Paarden komen 2-2 in de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish nog één volledige ronde te gaan in de baan Alkmaar Eventsprijs. En het is dat daar dat aan de buitenzijde Mozart Boko de koploper Love Is All onder zware druk zet. Betekent daarachter dat er ruimte ontstaat voor paard nummer 9 Megan Flevo. Tot nu toe een zeer bekeken rit van Kooijman. De vierde plaats is voor Kerouan. En achter Kerouan hebben we dan aan de buitenzijde Karin. Die op dit moment niet die sterke indruk maakt zoals de laatste keer. Flankeert erbij Hermine. Sofie en op de laatste plaats met aansluiting nog wel Faceit, maar die heeft nog bergen werk te verzetten om vanuit daar naar voren te komen. En we gaan vooraan eens kijken wat er gebeurt. Het is aan de binnenzijde nog altijd die Love Is All. Love Is All, Mozart Boko en aan de binnenzijde Megan Flevo. Kooijman heeft de kans gehad om eruit te gaan. Heeft dat niet gedaan. Hij vertrouwt op Misha Brouwer. Die zou het moeten gunnen om zo dadelijk de aanval te zetten. Nou, Tom wacht niet eens. Hij is er al. We gaan op weg naar de laatste bocht en het is daar dat Megan Flevo de aanval inzet op die nummer 7 Love Is All. En deze twee paarden die gaan het hier samen uitvechten. Waarbij Megan Flevo aan de buitenzijde nipt voorsprong neemt. En daar is hij. Geweldig ritje van Kooijman. Maar Love Is All vecht voor wat hij waard is. Maar Kooijman weet het al. Het is de 9 die wint voor de 7. Dan de 1. En een goed lopende nummer 3. Hermine Sofie. Die kwam vanuit een andere planeet naar plek 4. Maar wat zijn ze in vorm, zegt die Canaries. Ze blijven maar winnen en winnen. En daar is de voorlopige winnaar in afwachting van het onderzoek nog van het comité. Is hier paard nummer 9, Megan Flevo en Tom Kooijman. Een 4-jarige donkerbruine merrie van Muscle Mass uit Constantia River. Gefokt door Aad van Schie en familie Iwema in eigendom van de Gele Canaries Noord. Die weer een winnaar kunnen turven. Trainer Bas Krebas en rijder Tom Kooijman. De duim gaat omhoog en dus is hij officieel Megan Flevo. 2 starts dit jaar op Alkmaar en 2 overwinningen. En deze was misschien nog wel bijzonder dan die vorige. En Tom Kooijman is er druk met alle handjes schudden van alle mede-eigenaren na een geweldige rit met Megan Flevo. Tom, wat een schitterende koers. Ja, er gebeurde nogal wat in die 2 minuten. Allemaal goede paarden die elkaar bijzonder lastig maakten. Ja, en het gaatje kwam, de eerste stukje. Ik denk, alles wat ik nu heb, hoef ik straks niet meer te doen. Dat kwam precies zo af. Misha kwam er gelijk achteraan. Dat kwam ook mede daardoor. Er komt wat ruimte in de koers. En een betere rug kon ik natuurlijk niet hebben tot het laatste stuk. Het was een prachtig ingedeelde rit. Het was Mozart Boko, Love Is All. Denk je nog, ik moet derde spoor in, ik moet erachter weg? Nou, ik heb het een klein beetje bekeken. Mozart Boko kreeg het hier al een beetje moeilijk. En Love Is All natuurlijk een paard van een andere categorie. Hè. Tegen Marseille gelopen vorig jaar, dat klopte ik maar net. Dus ja, daar kan ik wachten blijven zitten. Goeie keuze en Maddie maakt het geweldig af. Het lukte een keer, het paard was goed. Dankjewel. Chapeau Tom. Dankjewel. Mooie rit hier van Tom Kooijman in de Baan Alkmaar Eventsprijs met paard nummer 9, Megan Flevo. We gaan een aantal groepsfoto's maken met de meerdere eigenaren van de Gele Canaries. Maar ook het stalpersoneel van Bas Krebas die meedeelt in de vreugde. Handen omhoog. De uitslag, dames en heren, van de tweede koers is officieel gewonnen door paard nummer 9, Megan Flevo. Die wint in 1, 18-5. Tweede de 7, Love Is All. Derde de 1, Mozart Boko. Vierde de 6, Kairouan. En geef een applaus, dames en heren, aan de man die het nog niet verleerd is. Tom Kooijman wint hier met Megan Flevo. Nog 50 meter. En de start is gevallen. Paarden onderweg. Goede start voor Mozart Boko. Maar er zijn er 2 sneller. Hermine Sofie en helemaal aan de buitenzijde King Fanatic. Maar die Jimmy Snyder heeft er nog een klein voorbeentje tussen. Probeert die kop te houden, maar dat lukt niet. Alle paarden redden zich trouwens uitstekend door die bocht. En rond de huizen komt Megan Flevo naar voren. Die heeft een geweldige beginfase gekend. We zien een galoppade voor paard nummer 2. En dat is Lisa Alki. Lisa Alki heeft een galoppade gehad. Uitgeschakeld nummer 2.
in handen is genomen van King Fanatic. King Fanatic heeft de leiding, maar kan er niet gerust op zijn. Waar komt hij aan? Megan Flevo, ook al zo'n sterke winnaar van 2 weken geleden. En die drukt door en heeft met Kooijman nu inmiddels een halve lengte. Het wordt 3/4 lengte voorsprong genomen op de concurrentie, aangevoerd door paard nummer 5, King Fanatic. Megan Flevo, King Fanatic, Hermine Sophie. En aan de buitenzijde komt daar de tussenaanval met nog 2 rondes te gaan van Love Is All. En Kooijman laat hem rijden. Love Is All mag de leiding overnemen. Paard nummer 7 voor de 9. Megan Flevo, veel strijd hier in de Alkmaar Zieturf Arena. Daarachter volgt dan King Fanatic. En aan de buitenzijde is Mozart Boko inmiddels naar het tweede spoor gegaan. En daar komt de volgende aanval. En Mozart Boko die fungeert dan als ideale gangmaker voor Kairouan. Die met John Dekker op de rug van het paard in het tweede spoor mee naar voren gaat. En daarachter gaat proberen hetzelfde te doen Ruud Pols met zijn nummer 8 Karin. En zo zijn de paarden die dus in die beginfase een enorme jas uitdeden om daarvoor in te komen. Inmiddels teruggezakt naar de laatste gelederen. Dat is iets wat je meestal op Vincent ziet gebeuren. Maar vandaag ook een keer op Alkmaar. Paarden komen 2-2 in de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish nog 1 volledige ronde te gaan in de baan Alkmaar Eventsprijs. En het is dat daar dat aan de buitenzijde Mozart Boko de koploper Love Is All onder zware druk zet. Betekent daarachter dat er ruimte ontstaat voor paard nummer 9 Megan Flevo. Tot nu toe een zeer bekeken rit van Kooijman. De 4e plaats is voor Kairouan. En achter Kairouan hebben we dan aan de buitenzijde Karin. Die op dit moment niet die sterke indruk maakt zoals de laatste keer. Flankeert erbij Hermine Sophie. En op de laatste plaats met aansluiting nog wel Faceit. Maar die heeft nog bergen werk te verzetten om vanuit daar naar voren te komen. En we gaan vooraan eens kijken wat er gebeurt. Het is aan de binnenzijde nog altijd die Love Is All. Love Is All, Mozart Boko en aan de binnenzijde Megan Flevo. Kooijman heeft de kans gehad om eruit te gaan. Heeft dat niet gedaan. Hij vertrouwt op Misha Brouwer. Die zou het moeten gunnen om zo dadelijk de aanval te zetten. Nou, Tom wacht niet eens. Hij is er al. We gaan op weg naar de laatste bocht. En het is daar dat Megan Flevo de aanval inzet op die nummer 7 Love Is All. En deze twee paarden die gaan het hier samen uitvechten. Waarbij Megan Flevo aan de buitenzijde nipt voorsprong neemt. En daar is hij. Geweldig ritje van Kooijman. Maar Love Is All vecht voor wat hij waard is. Maar Kooijman weet het al. Het is de 9 die wint voor de 7. Dan de 1. En een goed lopende nummer 3. Hermine Sophie. Die kwam vanuit een andere planeet naar plek 4. Maar wat zijn ze in vorm, zegt die Canaries. Ze blijven maar winnen en winnen.